Rechtstreeks vanuit de warehouse in het Gooi. Dit is your Saturday Night Dance Sampler. DJ Ronnie M heeft alles klaargezet. We are ready to knock down the walls. Ronnie M, can you kick it? Yes. Let's blow the roof off this motherfucker. Baby, it's time to get up, baby. Got to get up, baby. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, baby. Music's got me so excited. It's all over my face, y'all. I've lost my control, and I just can't stand still. The bass is getting louder. Get up, y'all. Time to party. Party.
We'll be right back.
Veronica's Rave Radio live vanuit de warehouse in het Gooi. Hij heeft inmiddels even plaatsgenomen. Even rennen weer. Had je geen echt werk voor vanavond? Moest je nou toevallig hier komen? Ja, ik dacht, ik hoorde dat je in het land was, dus ik denk nou, ga hem even opzoeken. Ik moet even uitleggen wat er aan de hand is. In verband met de Mega Music Dance Experience van aanstaande zaterdag ben ik vast een weekje eerder gekomen naar Nederland om, eigenlijk een beetje te hangen. Ik kom niet echt veel te doen. Dus vandaar dat vanavond Rave Radio rechtstreeks vanuit de warehouse in het Gooi komt. Waar begonnen we mee, Ronald? DJ Duke presents Club People Party Time. Dat is gewoon de hit van het ogenblik. Party Time. Ja, tuurlijk. Kan je van een plaat, Amerikaans. Als je een beetje uitgaat, dan ken je die plaat. Absoluut. Begrijp je wel. Daarna, voor de allerlaatste keer in Rave, You Got Me Up, DJ. We hebben hem nu, denk ik, in 15 verschillende remixen gedraaid. Ja. Deze vond ik persoonlijk het leukst. En welke was dat? Welke remix? Goeie vraag. Van Smooth E. Daar ben ik ook voor om dat soort vragen te stellen. Goeie vraag. Smooth E, oké. Okay. Dit is een kleiner plaatje. Dit is een 10-inch. Noemen we ook in wel gewoon city. Een kleiner plaatje. Een kleiner plaatje, maar groter als een singeltje weer. Ja, ja, ja. Net weer groter als een singeltje, kleiner als een 12-inch. Een 10-inch. In a City. En de titel, die mag jij uitspreken. Ja, wacht. Dat is deze. Dat is... Ah, natuurlijk. Anangay. Dat dacht ik ook. Anangay? Ik zou Anangay zeggen. Bedoel ik maar. Oké, Anangay. Misschien kunnen we dat samplen, kunnen we daar iets van maken. En als laatste plaat hoorde je Jack Prongo op het illustere Fresh Fruit label uit Amsterdam. Dat hebben we al vele malen gedraaid. Ja, natuurlijk. Het laatste nieuwe. In Rave Radio komt meer Nederlands product voorbij dan in welk ander programma op 3. Hollands Glory al hier. Heb je nog iets speciaals in petto voor vanavond? Ja, alvast kan verklappen? Deze week wordt gelicenseerd de Naomi Daniel EP op Outland Records. Dat is een plaat die al weken, maanden circuleert in het DJ-circuit. En ik pak Burning vanavond. En let op, deze plaat ga je vanavond all over Nederland horen gewoon. Oké. Okay. Pas je op voor de stoelen? Want ja, ik rennen en kabels en schoonmakers en zo. Here we go. Dit een beetje behelpen, maar ach ja. Het is Rave Radio, nietwaar? Yeah. Ronnie M, ready to kick it one more time. Stand by. Veronica. Burning. Fire, 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 fire
Let's move here, moving on.
9:31 in Hit Radio Veronica's Rave Radio. Je hoort het niet vaak, een echte tijdmelding. Nu het een keertje kan, ik denk, laat ik het maar even doen. En op tijd ook nog eens. Ja, en hij zit er weer. Het is ongelooflijk hoe hij het elke keer weer voor elkaar krijgt. Weet je, er gaat niets boven een zaterdagavond, een heerlijke sigaar en Rave Radio. It's better than sex, man, echt. Wat hoorde allemaal, Ronald? Het is een stukje rennen weer. Nou, zoals ik al zei, begonnen we dus met die Naomi Daniel EP. Ja, was echt waanzinnig. Goeie plaat, ja. Run in. Perfect, ja. Goed zoeken, want het ging om de B-kant, de tweede. Dat was Looking for 3D. Meer info krijg je niet, zoek de rest mezelf op. Is ook niet nodig. Nee, toch? derde plaat, No Pain, It's Gonna Be Alright. Waar kwam dat vandaan? Amerika. Ja, dat dacht ik al. Hij dacht al te horen. It's gesield, weet je. Er zit plastic omheen. Ja, Amerika. Als er plastic om... Ja, Amerikanen doen het in condooms. Safe sex records. Ja, natuurlijk. Okay. En als laatste, Positive Science, non-stop. Het lijkt de show wel. Show. Ik wil het even hebben over de grote show van aanstaande zaterdag. De Mega Music Dance Experience. Het begint om 9 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Wat je daar te zien zal krijgen. Live on stage, The Goodman, Clutch, Two Unlimited. On the Wheels of Steel, Dimitri, Marcello en natuurlijk onze eigen Ronnie M. Ronald Molendijk. Wat, hoe ben je aan het voorbereiden voor deze show. Heel veel leuke plaatjes vinden. En daar ben ik al heel hard mee bezig, al weken en maanden. En langzaam gaat het echt een beetje vorm krijgen nu. Wat natuurlijk ook die avond zal plaatsvinden is de presentatie van de Mega Music Dance Experience CD. Curry en Van Ingel live op de radio. We hebben het trouwens te gek. We hebben nog nooit een echt interview in de Telegraaf gescoord. Dat krijgen we nu wel, geloof ik. Eindelijk. Ja, kijk daarna. Het komt deze week nog. En de Go-Go Dancers gaat ook nog door, Unico? Ik kom absoluut. Zie je op die microfoon, Jeroen? Is dat er? Kijken? Nee, wacht even. 2. Ja, okay. Yes. Het is zo leuk om iedereen bij elkaar te hebben. En dan de portier ook nog die bezig mee te swingen. Het is echt, het pand staat te trillen, joh. Het is waanzinnig. Wat wel leuk is, vanmiddag hebben onze disjockeys zichzelf allemaal een taak toebedeeld op het feest. Zo zal Rob Stenders ook in een kooi kruipen. En naakt dansen? Met een legging aan. Ja. Een legging. Ja. Ik denk dat ze heel mooi blenden met ons prachtige decor natuurlijk. En wat moet ik doen? Ik heb mijn taak nog niet gekregen. Host van de show samen met mij. Okay. Maar kleding moeten we nog even over hebben. Nou, ik heb wel een goed idee. Oh ja? Ja, nou, daar hebben we straks wel over. Okay. Het is in ieder geval wit. Het is wit. Melding. Ronnie M. Ik ga rennen. Je gaat even rennen? Oké. Nou, terwijl hij teruggaat, kan ik je vertellen dat nu 7:34 is. Alweer een tijdmelding, want het is echt een live rave radio vanuit het grote warehouse.
Alternative Rave Radio, rechtstreeks vanuit de Gooise Warehouse. In afwachting van de Mega Music Dance Experience van aanstaande zaterdag, wat echt natuurlijk een geweldig spektakel wordt. Ik moet even vermelden, het is echt te gek. We hebben een decor van 90 meter breed, een dansprak. En dat is overigens niet vies hoor, je kan het ook niet eten. Maar een dansprak van 50 bij 50 meter, 8 meter hoog. Dan kan je met 2500 van je beste vrienden op uit je bol gaan. Kan wel vies worden dan. Dat wordt een hele vieze prak. Heb je trouwens een beetje verkouden. Ik hoop dat ik daar een beetje overheen kom voor de grote mega show. Kaarten zijn nog bij de VVV voorbespreekbureaus. Is het voorbespreek? Nee. Voorbespreekbureaus. Ja, bij de VVV. En natuurlijk een aantal geselecteerde importzaken. Voordat we gaan hebben over wat je net gedraaid hebt. Ik heb hier de Inkles Choice CD voor me liggen. Die wist wel natuurlijk van het bestaan af. Van de 19 all-time radio hits and more. Die foto's die in het boekje te zien zijn van mij, dat ben ik niet. Nee, dat is iemand anders. Dat is uit mijn... Nee, Jeroen, dat is iemand anders. Geloof me, dat is een hele andere periode. That's not me. Ronald, wat hoorden we? 4 platen. Ben je klaar? Oké, dank je. DJ Tone, Serious Grooves. En hier hadden we echt een probleem mee. Want dit label die, bracht een week geleden gewoon 8 platen tegelijk uit. En dat is voor discjockeys heel vervelend. Dat moeten ze niet te vaak doen. Dan raak ik van in de war. Want we hebben maar 1 uur per week. Bedoel ik. Heb je? Blow Your Whistle, DJ Duke. Heel erg een rip-off van Express 2. Ja. Maar wel heel lekker. Ik wil ook wel meenemen naar huis, want mijn dochter is net fluit aan het leren. Bedoel ik. Het gaat, maar het gaat een beetje. Daarna hadden we Hey Yo, Here We Go van... Ja, Technotronic. Ja, en gelukkig is op deze mix gemaakt door Jochem Paap, jawel, Speedy J, de zangeres thuisgebleven. Ik heb een keer ruzie gehad met haar man. Ik kan me heel goed voorstellen. Oh, dat is zo'n eikel. Ja, er was iets met een limo en ik wilde er niet uit en hij wilde erin. Boring. Maar diezelfde avond heeft hij zijn kind en Jaakie K. ondersteboven boven het balkon gehangen, zo kwaad was hij. Rare gozer, hele rare gozer. Maar ik wil wel even een noot maken dat Jochem Paap heel erg goed werk heeft geleverd. Kan je van de mix. Gelukkig heeft de zangeres de mond gehouden. Ben ik heel blij mee. Daarna Zero. Dat is dus Ronald Molen. Ronald Molendijk die dat zegt. Ronnie M. Dank je. Zero G, Groove Control, daar eindigde mee. En dat was een hele mooie remix van een plaatje wat we al eerder gedraaid hebben. En ditmaal komt het uit België. De plaat die zo direct gaat draaien is de een... De Dancing Queen, ja. Van ABBA onder het mond van de Oldie. Ja, het is echt ongelooflijk groot. Rennen. Ik weet het, vooral in de gay scene is het echt... En je weet, ik ben al jaren gay. Het is echt, iedereen vindt het helemaal te gek. En dan ga je zo meteen naar luisteren in Radio Veronica's Rave Radio. Radio Averman, Diergaard, Stenders, Evers, Van Inkel en Veronica op zaterdag.
Rave Radio, bijna het einde gekomen van deze show. Oh, kan de muziek daar in de gang ook nog even zachter? Yo! Zoveel schuifjes ook. We don't get any respect. Nou, Ronald, aan het einde van de show, vertel even wat het nog hoort. Nou, we begonnen met Dancing Queen. Ja, wat te gek. Van ABBA. Geweldige plaat is dat. Gaaf. Daarna Symphony of Love, Spirit of Love, en dat was dat hele rare... Radio 4 geluid van woorden. Juist. Okay. Lag niet alleen aan mij dus. You've paid attention. Yeah. Alton M, I Like Having You. Het lijkt heel erg veel op een DJ Pierre mix die ik nog ergens in de kast moet hebben staan, maar het staan er de laatste tijd zoveel. Yeah, no kidding. Laatste plaat, Thai Now Girls. En het was een tipje van Evert. Nou, en dat is ons allemans vriendje. Wilde Evert daar ook. Van de importhandels. Wil hem er ook heel hartelijk voor bedanken. Ja. Dus volgende week. Maakt niet uit. South Street Player. En dat is het plaatje wat je elke keer hoort als wij hier zitten te babbelen. En dat is een heel mooi plaatje. Het is een remix van een plaat die we ook al een paar maanden geleden gedraaid hebben. Op het Strictly Rhythm label. En die komt binnenkort uit. Lekker mellow. Heerlijk dit. Lekker ding. Nou, volgende week zaterdag. Rechtstreeks naar de jaarbeurs in Utrecht. Rave Radio live. Currie en Vinkel live. En vanaf 9 uur de Mega Music Dance Experience. Alles natuurlijk geheel live op Radio 3. Er komt nog een stukje op televisie. Live on stage, The Goodman, Clutch, 2 Unlimited. On the Wheels of Steel, Dimitri, Marcello en onze eigen Ronnie M. Ronald Molendijk. Dus. Dat is duidelijk. Ja, het wordt echt waanzinnig. Er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar. Dus ga even naar de VVV-kantoor, bespreekbureaus. Je weet wat ik bedoel. En natuurlijk een aantal geselecteerde importzaken. Nog even de mensen bedanken die het programma mogelijk hebben gemaakt. Ronald Molendijk, Ron Hofland, Bert Raasink van het NOB en Unico Glory. Niet te vergeten natuurlijk Dr. J. Daalmeijer. Radio 3.